ik blijf hoesten. En daardoor krijg je ook zo'n knallende hoofdpijn. Vannacht had ik last van de maag. Kon ik ook al niet slapen. Dan ligt er eentje hier, heerlijk. Ja, dat zien jullie wel. En daar op de bank, helemaal aan de andere kant. Goedemiddag, lieve vrienden. Ja, ik ben het helemaal vergeten omdat ik er helemaal niet bij ben met mijn hoofd. Ik heb weer gewoon een middendag. Het is vandaag de 22e van de eerste. En we leven om 16:49. En ja, één pilletje helpt natuurlijk nog niet. En ik mag maar één per dag. Gisteravond heb ik een patiëntje ingenomen. Dus ik moet het wel ongeveer weer op diezelfde tijd doen. Maar ik denk ook, ja, dan ben ik s'avonds ook rustiger, weet je. Maar we wachten dat gewoon lekker af allemaal. En de hele dag had hoofdpijn. En ja, Mario die is dus weer thuis uit het GGZ vandaan. Ik wens jullie trouwens eerst weer welkom bij een nieuwe vlog van Coriena en de Beestenboel. Ik zit bij toeval ook naar een video van Karen en Roderick te kijken. Met hun nieuwe internetkastje van Ziggo. Oké. Ik heb geen nieuwe, ja tenminste, ik heb hem gewoon nog. Waarom een nieuwe als die het nog doet, denk ik dan. Ja, omdat het internet misschien sneller wordt, ik weet het allemaal niet. Ik heb er geen verstand van. Maar in ieder geval, we hadden het even ook over Mario. Die is dus weer lekker in haar eigen huis, maar die wou vanavond even bij me komen. Ik zei, nou, vooruit maar. Ja, wel even gezellig, wel misschien eventjes iets anders, weet je. Maar ik blijf hoesten. En daardoor krijg je ook zo'n knallende hoofdpijn. Vannacht had ik last van mijn maag. Kon ik ook al niet slapen. Nou, toen viel ik eindelijk in slaap. En toen werd ik weer wakker met knallende hoofdpijn. Nou, daar heb ik wat tegen gedaan. En dat heeft wel geholpen. Maar dan begin je weer te hoesten. En dan komt het wel weer terug. Maar ja, niks aan te doen. Het is nou eenmaal zo. Met astmatische bronchitis en CARA. Tenminste, die drie dingen, die hebben ze ooit vroeger aan elkaar gekoppeld. Astma, bronchitis en CARA. En dat hebben ze in een vakje gestopt. En dat moet nou COPD heten, zover ik weet. Het is niet besmettelijk, dus ik kan niemand aansteken. Nee, je krijgt het bij je geboorte mee. En dan moet je mee blij mee wezen en dan moet je maar mee dealen. Mijn excuus, ik kan er niks aan doen. Maar in ieder geval, het komt allemaal wel weer goed. Ik heb gisteren dus die pijn, tenminste pijn en het... Wij noemen dat een paardenmiddel. En dat is Prednison, heb ik gekregen. Nou, dus straks dan gaan we natuurlijk weer eten en dan neem ik er eentje in. Ja, ik kon nog niet wat ik ga eten. Ik heb helemaal geen honger, niks. Ik denk dat ik zo'n pannenkoeken klaarmaak. Ja, waarom niet? Lekker. Ik krijg nog meer, tenminste ik heb ervoor betaald. Het is wel duur hoor, maar oké. Het is lekker. En dat hebben ze hier in Nederland niet. Tenminste, ik kan het nergens krijgen. Ik ben er ook al eens een keer voor naar Albert Heijn geweest. Terwijl er op internet staat dat Albert Heijn het ook verkoopt. Nou, nee, ze konden het niet. Oké dan. Het is geloof ik uit Oostenrijk. Het is net een pannenkoek, maar je snijdt het in drieën, dat moet je, of vier, weet ik veel. Maar ik roer, dan krijg je allemaal brokken, bonken, maakt niet uit, als het maar lekker is. Wat witte poedersuiker erover, wat je ook op de oliebollen doet, klaar! Dan ligt er eentje hier, heerlijk. springt. Of, ja, dat zien jullie wel. En daar op de bank, helemaal aan de andere kant, ligt Rijka. En Kandalle is boven. Ga je mopperen? Hé, hey, ga jij mopperen? Wijfie. Ga jij mopperen? Hé, hey, ga jij mopperen? Nee, toch? Je gaat toch niet mopperen? Hé, hey, je gaat toch niet mopperen? Oeh, geen mop meer. Vind je wel lekker, hè? Wijfie. En die is ook zo lief, hè. Oh, mijn ding gaat bewegen. Oepsie, mijn geval gaat bewegen. Zo. Dan doen we dat even anders. Oh jee, oh jee, oh jee, oh jee, oh jee. Oh jee, hier hebben we ook zo'n lekker ding. Hé, ja, nou mijn. Ja, oh, zo lekker, hè. Oh, zo lekker, hè. Nee, er is niemand. Er is niemand, er is nog niemand. Ja, nou ja, jullie staan los. Wow, jullie staan los. Voilà. Moet ik dat nog weer doen? Ja, jullie staan los. Even een knopje. Zo. Dus ja, dat dus. Maar oké, Karen die heeft een nieuwe intro gemaakt en zonder dat ik dat wist, heeft ze toch, wat zij weer niet wist, mijn idee ingepikt. Want hetzelfde had ik van de zomer al in mijn hoofd. Van Elwing filmen, Rijka filmen, Kandalle filmen. Nou ja, mezelf, dat ken ook wel. Ja, gewoon, maar... Ik denk, ja, ik weet het allemaal nog niet hoe ik het wil, weet je, maar ik wou dat wel in ieder geval doen. Maar ja, nou heeft Karin dat, ja, dan moet ik weer wat anders verzinnen. Dat is moeilijk hoor, om iets te verzinnen voor een intro. Ja, maar ja, komt ook wel weer goed. Ik hou het gewoon hier nog gewoon bij de oude en we zien het wel hoe het zeilen gaat, ja toch? Nou, lieve vrienden, ik zou zeggen, geniet van jullie namiddag, want dat is het. Het is 16:55 uur, het is nog niet 5 uur. Dus ik zou zeggen, geniet ervan. Neem maar lekker een beker thee of koffie of wat dan ook wat je maar wilt. En geniet ervan met hetgeen wat je ook doen gaat of doen wilt of aan het doen bent. En dat zullen we beleven. Ik ben dus nog niet verder geweest met de kerstspullen. De kersttakken hangen er ook nog. Lekker belangrijk. Mijn lichaam gaat voor. Simpel. Eerst mijn genezing. En dat komt allemaal wel weer goed. Ik zou zeggen, geniet ze. En misschien tot straks als Mario er is. Ik zou zeggen, tot dan.